De 20e editie van de Haring Party heeft dinsdag €22.250 opgeleverd. De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar het Parkinson Café in Nijmegen en de andere helft naar de stichting Onkie Donkie. Tijdens het evenement werd het eerste vaatje Hollandse haring geveild. Burgemeester Bruls verzorgde de opening van de veiling. Ja, Onkie Donkie is een stichting die destijds is opgericht om eigenlijk kinderen in Ouwehands Dierenpark een onvergetelijke dag te bieden. En het zijn niet zomaar kinderen, maar kinderen die eigenlijk toch wel beperkt worden in hun kind zijn. Doordat ze ziek zijn, doordat ze onder de armoedegrens leven, dat ze een andere beperking hebben. Ja, we gaan zoveel mogelijk kinderen natuurlijk uit Nijmegen uitnodigen. En ik heb net alweer wat contacten gelegd met de gemeente Nijmegen en andere instanties. Om tenminste 250 kinderen voor dat geld hier uit te nodigen. Wij zijn een ontmoetingsplek. Twee maandelijks komen we bij elkaar. En dat is voor Parkinson-patiënten in eerste instantie. Mantelzorgers, zorgverleners komen ook. En bezoekers, belangstellenden. En het doel is eigenlijk om mensen gewoon in contact met elkaar te brengen. Lotgenotencontact is heel belangrijk. Leren van elkaar. En erkennen en herkennen is het belangrijkste van de ziekte. Dat is echt heel erg belangrijk. We gaan extra activiteiten organiseren. Workshops, dans, muziek, eigen regie houden. Dat is ons plan in ieder geval. Dat moet nog in de vergadering, want we zijn een democratische groep. En ontspannende activiteiten. Het eenjarig bestaan vieren bij Sint Walrik is wel al afgesproken. Een aparte kerstviering. En aandacht voor de rol van de mantelzorger. We proeven als eerste instantie de nieuwe haring. Hè. Die is vorige week het land ingekomen. Dat is een traditie, dat is de rode draad. En er hoort bij dat we daar zeg maar, de eerste haring veilen in Nijmegen. De veiling voor de Haringparty Nijmegen. Met als doelstelling dat we een goed doel, of meerdere goede doelen in Nijmegen ondersteunen. En we organiseren dit voor de goede doelen. Ik ben voorheen 18 jaar voorzitter geweest van de ondernemingssociëteit Regio Nijmegen. Dat is de business club bij NIC. En wij hadden ook in onze doelstelling staan, in de statuten van de vereniging, dat we ook maatschappelijke doelen moeten steunen. En dat doen we middels deze methode. Dus de OZRN is hier ook mede partner van, de Business Club van NDC. En op deze manier steunen we niet alleen NDC, maar ook goede doelen in de stad.